Goeiedag. Mijn naam is Nicolaas Sintobin. Ik ben jezuïet en internetpastor. En zoals u zich misschien wel kunt inbeelden, zijn de voorbije maanden behoorlijk druk geweest door de coronacrisis. Maar Gods genade kraan is zeker niet dichtgegaan gedurende deze tijd. En ik denk dat velen onder ons, zo niet allen, hebben kunnen ervaren dat het internet voor ons, christenen, vandaag in het bijzonder ook een zegen is gebleken. En ik zou met jullie in deze video wat willen nadenken over liturgie en gebed online. En daarbij eigenlijk wat reflecteren op mijn eigen ervaring, ervaring trouwens ook van vele anderen, ervaring met liturgie, gebed online via de verschillende mogelijkheden die het internet ons biedt. Ik zou willen beginnen eerst met een statement. Het is misschien een beetje een open deur intrappen, maar ik wil het toch even zeggen. Internet is werkelijk een zegen voor christenen. Internet is een zegen en een genade. Omdat, en dat hebben we de voorbije maanden echt in overvloed kunnen ervaren, het heel wat mogelijk maakt dat voordien zonder meer ondenkbaar was. En dat geldt niet enkel voor de millennials, voor de jonge mensen die geboren zijn, getogen met het internet. Het geldt voor alle generaties. Ik ben verbaasd geweest van te zien hoe mensen van 80 en ouder, ik zou vanaf zeggen met een goede gretigheid, hebben gebruik gemaakt van alle mogelijke digitale platforms en dat blijven doen om hun geloofsleven op heel diverse wijze te voeden en om in gesprek te gaan en om zelf gemeenschap te vormen met heel wat andere mensen. Dankzij de mogelijkheden die het internet biedt. Inderdaad, internet maakt ook voor christenen een reële vorm van verbondenheid, van gemeenschap mogelijk. Daar zal ik uiteraard op terugkomen. En het biedt inspiratie. Het geeft ook aan christenen in de diaspora, dat wil zeggen christenen die om welke reden dan ook, omdat ze over minder mobiliteit beschikken door de hogere leeftijd, of gewoon jonge christenen die geïsoleerd zijn in hun klas, in hun school, op de plek waar ze leven. Het biedt mensen, christenen in de diaspora, de mogelijkheid om andere christenen te ontmoeten en om toegang te krijgen tot kwaliteitsinhoud en kwaliteitsinput op de meest brede manier vanuit christelijk perspectief. Inderdaad, we mogen niet vergeten dat vandaag voor velen het internet, dank je internet, de facto de enige weg is waardoor zij in contact kunnen staan, regelmatig contact kunnen hebben met andere christenen en dus met de kerk. Internet, inderdaad, is een zegen voor christenen. En ik denk dat het daarbij heel belangrijk is van dit ernstig te nemen. Het aanbod, de betrokkenheid die het internet mogelijk maakt, is geen ersatz. Het is geen tweede keus. Nee, het is reëel, het is werkelijk. Ik spreek bewust niet van virtueel, maar van digitaal. Want het is niet langer virtueel. Het maakt deel uit van onze werkelijkheid en ook van onze geloofswerkelijkheid, van onze gebedswerkelijkheid, van onze spirituele werkelijkheid. Inderdaad, een ontmoeting, een ervaring die bemiddeld wordt doorheen het internet, is anders dan een ervaring in de fysieke omgeving, waar mensen elkaar zien. Via internet kan je elkaar ook zien. Maar waar mensen elkaar kunnen aanraken, elkaar kunnen horen op een andere manier dan doorheen de bemiddeling van een scherm of een podcast en zo meer. Het is anders, maar het is niet minder reëel. De telefoon is ook niet meer weg te denken uit onze ervaring. En de telefoon nemen we ernstig. Alle reden om ook het internet en die digitale bemiddeling ernstig te nemen. En ik zou zeggen, de
digitale component, het digitale aanbod, vervangt het fysieke aanbod niet, maar is wel complementair en in nogal wat situaties is het werkelijk een hele goede vervanging zelf van het fysieke aanbod dat voor nogal wat mensen, zei je daarnet reeds, gewoon niet toegankelijk is. Internet is een zegen voor christenen. Nu zou ik het eerste van de twee onderwerpen willen aanpakken, namelijk online liturgie. En als ik het heb over online liturgie, heb ik het in de eerste plaats over gestreamde liturgie, dus vieringen die met een camera worden opgenomen en die op het ogenblik zelf worden uitgezonden langs heen het internet. Ik heb het dus niet over de klassieke televisiemis bijvoorbeeld, maar over al die vieringen. En dit jaar reeds zijn er oneindig veel geweest wereldwijd. De paus heeft er ook zelf uitvoerig gebruik van gemaakt. Ik heb het dus over die gestreamde digitale vieringen. En een eerste opmerking die ik daarover wil maken is dat ik werkelijk denk, ik heb het woord genade reeds gebruikt daarnet, dat die online liturgie, die gestreamde vieringen, wenselijk zijn. Het is een goed. En heel veel mensen zijn er werkelijk door geholpen geworden. Het beantwoordt aan een nood tijdens de coronacrisis op een bijzondere manier, maar ook daarbuiten. Ook daarbuiten, omdat voor nogal wat mensen het gewoon moeilijk wordt en soms onmogelijk om deel te nemen aan liturgie in de fysieke omgeving. We kennen de redenen, omdat de plaatselijke gemeenschap verdampt is, verdwenen is, om al de mogelijke redenen. Het kan ook zijn dat mensen geen mobiliteit of onvoldoende mobiliteit hebben, of dat in hun buurt, in hun streek, weet ik veel, of ze zijn op verplaatsing, het niet mogelijk is om deel te nemen aan een fysieke viering in de fysieke omgeving, omdat die er gewoon niet is. En dit geldt voor een groeiend aantal mensen. Een groeiend aantal mensen, en zeker in tijden van het sterkere isolement, van lockdown enzovoort. Oké, er zijn opnieuw vieringen in de fysieke omgeving, maar met een beperkt aantal mensen dat kan deelnemen. Of zelf, als die beperking min of meer is opgeheven, zijn er nogal wat mensen, ik merk het in onze eigen kerk hier in Amsterdam, nogal wat mensen die zeggen, nee, ik vind het niet verstandig gezien mijn gezondheidstoestand, gezien mijn leeftijd, om dit risico te nemen, ik blijf thuis. Oké, dat kan een verantwoorde en een heel zinvolle keuze zijn, maar dan is het echt wenselijk dat wij als kerk, als voorgangers, als weet ik veel, het mogelijk maken dat de vieringen waar die mensen normaal aan deelnamen, op de een of de andere manier gestreamd worden, dat zij toch die verbondenheid met hun plaatselijke gemeenschap kunnen behouden. Dat is werkelijk een heel belangrijke dienst die we hen kunnen leveren. Het niet in de steek laten van mensen die, om de reden die ik genoemd heb, niet kunnen naar de viering komen. Daarbij denk ik dat het toch wel zinvol is, ten eerste om op te merken dat het wenselijk is dat mensen live naar de viering kunnen kijken. Nee, ik ga zeggen aan de viering kunnen deelnemen. Een opgenomen viering die je nadien op YouTube gaat bekijken op om het even welk ogenblik, oké, dat kan ook zinvol zijn, maar als je weet dat op het ogenblik zelf, mogelijk niet zo ver van waar jij woont, in de plaatselijke gemeenschap waar jij gewoonlijk heen gaat, of elders, dat daar op dat eigenste ogenblik waarop jij voor je scherm zit, dat daar gevierd wordt, dat daar gezongen wordt, dat daar naar het woord van God wordt geluisterd, de Eucharistie wordt gevierd, weet ik veel, dat geeft een bepaalde vorm van betrokkenheid die toch anders is. Dus live streaming is zeker een plus. En dan zou ik zeggen dat je onderscheid zou kunnen maken tussen twee verschillende opties
die je kan maken. Je kan, en dat is heel vaak gebeurd, en daar zijn argumenten voor, je kan de gebruikelijke liturgie, bijvoorbeeld de eucharistieviering, die je hebt in je parochie, die kan je gewoon met 1, 2, 3 camera's opnemen en live streamen. Het voordeel daarvan is natuurlijk de vertrouwdheid. De mensen die thuis kijken, meevieren, die zien het vertrouwde gebouw, zien de vertrouwde voorgangers, zien de rectoren, weet ik veel. En dat geeft een gevoel van vertrouwdheid en dat is gewoon aangenaam. Je komt daar thuis. Het nadeel ervan, en dat is dan technisch, zo'n opname in een groot kerkgebouw is natuurlijk technisch wel meer eisend dan de andere mogelijkheid die ik zo dadelijk zal noemen, namelijk in een kleine kapel, bijvoorbeeld in een kleine ruimte. Technisch vraagt het veel meer, zowel visueel als auditief, om een kwaliteitsvolle streamingopname te kunnen maken. Maar bovendien, en dit lijkt me toch wel een argument met nog een groter gewicht, zeker als, zoals we op sommige ogenblikken gehad hebben, als de viering eigenlijk plaatsvindt in die grote kerk, waar je enkel maar de priestervoorganger hebt en mogelijk een lector, mogelijk een misdienaar, maar voor de rest ongeveer niemand, dat kan wat luguber overkomen. Dat grote gebouw dat eigenlijk ongeveer leeg is. Al die lege stoelen, al die lege banken enzovoort. En daardoor kan paradoxaal genoeg een vorm van vervreemding, een nog sterker gevoel van eenzaamheid worden gegenereerd. Wat mij betreft is het werkelijk een argument, en een belangrijk argument, om te kiezen voor een andere vorm van liturgie. Nog steeds bijvoorbeeld over eucharistie met alles erop en eraan. Op zich is daar uiteraard niks tegen, wel in tegendeel, maar zou ik toch zeggen, een aangepaste liturgie op een aangepaste plaats. Zelf heb ik in het voorjaar bijvoorbeeld een hele serie, ben ik voorgegaan in een hele serie eucharistieën, maar die we werkelijk gevierd hebben vanuit onze kleine huiskapel. Het is te zeggen, een kleine, relatief knusse ruimte, waar ik als voorganger de enige aanwezig was. Zoals trouwens de meeste mensen die de viering meevolgden. Of die met twee of met drie de viering meevolgden. Dus geen enorme, immense, lege ruimte. Nee, een kleine huiskapel die bestemd is voor een intieme liturgie. Zoals eigenlijk werd voorgesteld of wordt voorgesteld in die aangepaste gestreamde liturgie. De voordelen daarvan zijn, vind ik, nogal talrijk. Technisch is het veel eenvoudiger. Je hebt gewoon die ene camera die, wat mij betreft, bijvoorbeeld ingebouwd is in mijn laptop. Daar deed ik het mee. Die laptop en dan een kleine speldcamera van 20 euro. En daarmee had ik een heel goed geluid en heel goede beelden. Bijkomend en heel belangrijk voordeel is dat een dergelijke vorm van gestreamde eucharistieviering bijvoorbeeld, als voorganger, kan je je dan werkelijk heel rechtstreeks door kleine woordjes, door kleine gebaren, door je lichaamstaal heel sterk richten op die mensen die daar thuis zitten en spreken over hun situatie, waardoor de mensen zich veel meer betrokken gaan weten bij het gebeuren. Bijvoorbeeld had ik het elke keer over de geestelijke communie en baden we samen een gebed voor de geestelijke communie. Lette ik ook heel bijzonder en meer naarmate de tijd vorderde en ik me daar meer bewust van werd op aangepaste lichaamstaal. Want als je een gestreamde viering hebt, dan willens nillens komt heel veel aandacht op die voorganger. Of het nu een grote kerk is of een kleine kapel. De lichaamstaal, het al of niet glimlachen, de betrokkenheid ook visueel van de voorganger is dan heel belangrijk voor diegene die thuis meevolgt. Een volgend punt dat
heel wat vragen stelt en waar een keuze dient in gemaakt te worden, is de keuze van het videoplatform. Het is te zeggen, met welke software ga je werken? Ga je werken met YouTube, Facebook Live bijvoorbeeld? Of ga je, de keuze die wij met onze gemeenschap, mag ik zeggen, vierende gemeenschap gemaakt hebben, gaan we werken met Zoom. Facebook Live, YouTube Live hebben voordelen, zeker. Het is relatief gebruiksvriendelijk. Je hebt geen bijzondere link nodig, je kan er makkelijk op naartoe surfen. En je kan het ook achteraf makkelijk bekijken. Het nadeel en de beperking van Facebook Live of YouTube Live is dat er zo goed als geen interactie is. Over en weer. Als voorganger bijvoorbeeld heb ik de een of de andere Facebook Live viering gedaan. Ik vond het... Het ging, het was goed. Maar het had ook iets akelig. In die zin dat ik niemand zag. Ik vierde, bij manier van spreken, Eucharistie met een camera. Kijkend in die camera, maar ik zag niemand. Dus dat werkt een reële vervreemding in de hand. En met Zoom, een ander videoplatform, dat ik eigenlijk nauwelijks kende bij het begin van de coronacrisis, dat is intussen voor mij en voor vele andere mensen wel veranderd, denk ik, ging het wel er heel anders aan toe. Het is technisch misschien iets ingewikkelder, alhoewel je leert het heel snel, maar vooral, het is heel sterk gemeenschapsbevorderend. Want je kan elkaar zien. Ik bijvoorbeeld als voorganger, ik zag heel wat mensen die meevierden. Ik kon op mijn scherm, zag ik allemaal kleine schermpjes, dat is het systeem van Zoom, waardoor ik die mensen zag. Zij zagen mij, ik zag hen reageren of niet reageren. Er werd voorgebeden, er werd gezongen, er waren allerlei zaken van interactiviteit die mogelijk werden. Iemand zei mij zelf, weet je Nicolaas, ik ga elke zondag naar de mis al jarenlang in mijn parochie, maar de vieringen die we gehad hebben via Zoom, die vond ik veel gemeenschaps... De gemeenschapservaring vond hij daar veel sterker, bijzonder genoeg, dan in zijn eigen parochie. En dat zegt werkelijk iets, denk ik, over de mogelijkheden van zo'n gestreamde viering, in het bijzonder als het gebeurt via zo'n interactief platform als Zoom. Nog een ander puntje, en dat geldt in het bijzonder als het gaat over zo'n interactieve viering, maar ook voor een YouTube of een Facebook gestreamde viering, voor de mensen die thuis zijn. Er zijn bepaalde voorwaarden tussen aanhalingstekens, of anders gezegd, er zijn bepaalde aspecten, aandachtspunten die het mogelijk maken om op een veel betrokkener manier aan zo'n viering te kunnen deelnemen. Je kijkt niet of je neemt geen deel, heel verschillend kijken naar of deelnemen aan. Je neemt geen deel aan zo'n viering als je jezelf daar de middelen niet toe geeft. Bijvoorbeeld zorgen voor een rustige omgeving. Dat is belangrijk. Als jij naar je viering kijkt in de woonkamer, terwijl daar enkele kinderen zitten te spelen of iemand anders in de keuken die daar recht op uitgeeft naar de radio aan het luisteren is, ja, dan wordt het heel moeilijk om werkelijk in die viering binnen te komen. Het kan echt helpen. Dat zie je op de foto hier op het scherm, op de PowerPoint. Als je een kaarsje plaatst naast het scherm. Dat is niet kinderlijk, dat is niet belachelijk, helemaal niet een kaarsje. Met een kruisje misschien, of een bijbel, of een icoontje. Iets dat jou helpt om een bepaalde biddende sfeer, een bepaalde sfeer van aanwezigheid op te roepen, te maken. En dan is het ook belangrijk en mogelijk en helemaal niet vreemd als je jezelf toestaat om aan zo'n viering waaraan je deelneemt, langsheen het scherm, dat je bijvoorbeeld gaat rechtstaan en gaat zitten.
zoals je normaal zou doen tijdens de viering. Tijdens de evangelielezing ga je recht staan. Bij de consecratie ga je recht staan. Dat helpt om je betrokken te weten op de viering. Het is ook goed, uiteraard, dat doe je ook als je naar de kerk gaat, dat je van bij het begin tot aan het einde. En dat je intussen niet eventjes op Facebook gaat kijken of er geen likes op je laatste post zijn bijgekomen. Enzovoort. Het kan zinvol zijn om de gebeden luidop mee te zeggen. Als het Kyrie wordt gebeden, als het Gloria, enzovoort. Het is misschien ook niet zo'n goed idee om tijdens de viering een kopje thee te gaan drinken, enzovoort. Gun het jezelf om aan zo'n digitale viering echt te kunnen deelnemen. En inderdaad, er zijn een aantal puntjes die dat kunnen stimuleren. Die heb ik net proberen te vermelden. Dat waren enkele gedachten die ik met jullie wilde delen over online vieren. Nu zou ik wat willen kijken naar online gebed. Want ook online gebed is mogelijk en gebeurt massaal. En er wordt waarschijnlijk al langer en veel, door veel meer mensen online gebeden. Gebeden met digitale inhoud, digitale instrumenten, dan dat er digitaal wordt gevierd. Ik zal enkele aspecten daarvan bespreken. Ik zal voornamelijk spreken vanuit mijn eigen ervaring, want als internetpastor ben ik nogal betrokken bij het ontwikkelen van een aanbod van gebedsmateriaal online en zal ik dus enkele van die aspecten benoemen, aanreiken. Maar een eerste algemene opmerking is dat het belangrijk is, voor wie ook vanuit de parochie of vanuit een organisatie, congregatie, weet ik veel, nadenkt voor een aanbod van digitaal gebed, dat het zinvol is dat er een voldoende breed aanbod is. Het internet is de omgeving waar mensen kunnen kiezen. Waar mensen verlangen, het eigenlijk normaal vinden, dat er een gevarieerd aanbod wordt gedaan, omdat mensen nu eenmaal verschillen en graag in functie van hun eigen verlangen, van hun eigen gevoeligheid, van hun eigen noden, op dat ogenblik verschillende elementen kunnen vinden op dat internet. Dus keuzemogelijkheid is belangrijk. Je zou kunnen zeggen, grosso modo, dat er twee mogelijkheden zijn voor wie wil gaan bidden online. Ten eerste, en dat is misschien het meest voor de hand liggend, in elk geval het meest laagdrempelig, je kan gebruik maken van het hele brede bestaande aanbod. Allerlei gebedsinstrumenten die worden aangeboden op het internet. Daar zal ik meteen op ingaan. Het tweede, wat ik daarna zal benoemen, is je kan zelf, soms op een heel eenvoudige manier, allerlei zaken zelf aanbieden of organiseren binnen je parochie, met je gemeenschap, weet ik veel, met je gebedsgroep, ook online. Maar eerst even kijken naar wat er allemaal al bestaat. En vermits de tijd beperkt is, zal ik voornamelijk focussen op een aantal producten die wij zelf vanuit ons platform voor Ignatiaanse spiritualiteit de voorbije jaren ontwikkeld hebben. En je zal zien dat daar werkelijk een diversiteit is van instrumenten die wij aanbieden. En dat is geen toeval, dat is uiteraard gewild. Ten eerste hebben wij bijvoorbeeld een dagelijkse podcast, biddenonderweg.org. Een dagelijkse gebedspodcast die je kan beluisteren op je laptop, op je desktop, of je kan ook je smartphone gebruiken. En dat is eigenlijk, in de goede zin van het woord, een volledig voorgekoude gebedstijd. Dus dat betekent een gebedstijd met alles erop en eraan. Je hoeft bij manier van spreken enkel maar op de knop te drukken en je krijgt een volledige gebedstijd met wat muziek, met wat stilte, met een stuk of enkele verzen, een stukje uit de Bijbel en dan enkele vraagjes om dat op je eigen leven te gaan toepassen. En je kan daar een heel verschillend gebruik van maken.
Het heet Bidden onderweg. Wel, heel wat mensen doen dat onderweg. In de trein, op de tram, terwijl ze 's avonds de hond gaan uitlaten, in de wagen of de fiets, weet ik veel. Eventjes de oortjes in en je kan tijdens een wandeling, weet ik veel. Maar je kan het ook 's morgens bij het ontbijt doen. Ik ken nogal wat mensen, koppels, stellen, die 's morgens bij het ontbijt rustig luisteren naar Bidden onderweg. Ik ken mensen die, als zij 's morgens hun toilet doen, als zij zich klaarmaken, als ze zich aankleden, weet ik veel, luisteren ze naar Bidden onderweg. Je kan zeggen, ja, maar je moet toch bereid zijn om helemaal stil te vallen, om niks te doen, om gewoon in je gebedshoekje. Helemaal heel goed als je dat kan. Voor sommige mensen kan dat niet. En internet biedt de mogelijkheid om, terwijl je bezig bent, ook even tijd te maken voor God, voor de Heer, door te luisteren bijvoorbeeld naar zo'n podcast. Er zijn gezinnen die regelmatig als gezin daarnaar luisteren en dan met elkaar daarover in gesprek gaan. Er zijn heel wat religieuze gemeenschappen in kloosters, ook in abdijen, die gebruik maken van deze podcast om samen te bidden en daar ook samen een contemplatieve dialoog over te houden. Creativiteit is mogelijk, hoe meer, hoe liever. Bidden onderweg, auditief, een podcast met muziek, met stemmen enzovoort. Dat is een eerste aanbod dat wij doen. Een ander aanbod is een tweemaal per jaar een digitale retraite. Dat wil zeggen dat we via de website ignatiaansbidden.org aan mensen de mogelijkheid bieden om in de advent of in de 40 dagen tijd een heel gebedstraject te volgen. Dus het gaat niet over één gebedsmail, want dan krijg je elke dag een gebedsmail. Dus die gebedsmails zijn niet afzonderlijke gebedsinhouden, om het zo te noemen, maar dan ga je eigenlijk een heel traject in. Ook al kan je het dag op dag afzonderlijk doen, er komt ook een dynamiek die geweven is doorheen die verschillende teksten, waardoor je werkelijk op een heel indringende en persoonlijke manier, ook aan de hand van bijbelteksten, en zoals al onze producties geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit, om zo dichter bij God te komen in je heel concrete leven. Dus dit jaar is de adventsretraite, heet die Zie, ik kom spoedig. Elke dag krijg je dan een mail met een stukje uit de Bijbel, een paar vragen daarbij, het een of het andere citaat, een gebedstip enzovoort. En dit jaar zullen we ook voor het eerst, dat is de genade van corona, gaan we geleide meditaties aanbieden voor iedereen die daar wil aan deelnemen via Zoom. Voor heel Vlaanderen, heel Nederland kunnen mensen op zaterdagmorgen inloggen om aan een geleide meditatie met uitwisselingsgroepjes. Waarschijnlijk zullen we met honderden mensen zijn die samen zullen bidden op hetzelfde ogenblik en dan via Zoom in kleine groepjes gaan opgesplitst worden om uit te wisselen rond hun persoonlijk gebed. Ik schat dat ruim 16.000 mensen dit jaar in de advent mee zullen bidden aan de hand van ignatiaansbidden.org. Nog een ander aanbod vind je op gewijderuimte.org. Gewijderuimte.org is ook Ignatiaans geïnspireerd, is wereldwijd. Daar bid je met mensen uit de hele wereld. 21 talen. Dat betekent Arabisch, dat betekent Chinees, dat betekent Koreaans, dat betekent Nederlands, Spaans, Portugees. Noem maar op. Honderdduizenden mensen uit de hele wereld die verbonden zijn, elke dag, doorheen dezelfde evangelietekst, ook in het Nederlands, gewijderuimte.org, en die aan de hand daarvan 5 minuten, 10 minuten, een half uur, zoals je dat zelf verkiest, wanneer je ook maar wil, kunnen bidden in verschillende stapjes, verschillende etappes, die elke dag, 7 dagen op 7, worden aangereikt door de mensen van Gewijde Ruimte, een van de websites dus, die ook
voor de Nederlandse versie hier worden verzorgd, hier worden ontwikkeld. Podcast, een hele retraite, een dagelijkse tekst, gewijde ruimte. Ja, hier heb je dus die gewijde ruimte. Nog een andere website heet verderkijken.org. Dat is weer iets heel anders. Op de website verderkijken.org, die eigenlijk deel uitmaakt, of die verwerkt is in de grote portaalwebsite van Thomas, van het katholieke godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Op verderkijken vind je honderden en honderden YouTubes, van hele ernstige tot vooral knotsgekke, commercials, reclameboodschappen, tekenfilmen of gewone stukjes uit het gewone leven. 5-6 seconden tot verschillende minuten. Heel onverwachte video's, doorgaans helemaal seculier, die niet gemaakt zijn vanuit een religieus perspectief, maar die een opening bieden om naar de binnenkant te gaan. Om naar de innerlijkheid te gaan en daar te bidden of met anderen in gesprek te gaan. Op verder kijken vind je honderden van dergelijke video's die geclasseerd zijn, allemaal volgens bepaalde tags, ook volgens voor wie daarmee vertrouwd is, volgens de dynamiek van de geestelijke oefeningen. En daardoor kan je voor om het even welk onderwerp bijna dat iets zegt over innerlijk leven, over geestelijk leven, rakend aan de concrete realiteit van elke dag, kan je video's vinden die daarvoor aangepast zijn. Wordt gebruikt veel in scholen, wordt gebruikt in parochies, wordt gebruikt in gevangenissen, voor gevangenispastoraat. Ik maak er gebruik van in de retraites die ik geef aan seminaristen. Ik heb het ook al gebruikt, gebruik het regelmatig, voor vormingen die ik geef aan zakenlui, puur profaan. Het voordeel is dat het gaat over wat men met een technisch woord noemt visual storytelling. Storytelling doorheen een visueel medium en dan kom je heel snel binnen, in de binnenste binnenkant van de mens. Dus een ander aanbod dat wij hebben in ons brede pakket. Ik eindig met nog iets te zeggen over een laatste hele bijzondere website, startdestilte.be. Startdestilte.be is een hele mooie website die gemaakt is door de mensen van Kerknet en die eigenlijk verschillende kits aanbiedt waarmee je kan leren bidden, mediteren in heel verschillende tradities. Dat kan gaan over christelijk mantra-gebed, dat kan gaan over bidden met de Bijbel, kan gaan over rozenkransgebed, levensgebed, bidden met YouTube, de zonnegroet. En voor elk van die methodes heb je allerlei tekeningen, video's, podcasts, verschillende methodes om voornamelijk jonge mensen toe te laten, te proeven, te ontdekken en te ervaren verschillende gebedstechnieken om uit te maken wat voor jou eigenlijk de meest geschikte is. Dat wil zeggen, die gebedstechniek die jou op dit ogenblik helpt om tot stilte te komen en dichter bij God. Hey, en zo kom ik terug bij wat ik zei bij het begin over digitaal gebed of het gebed online. Het is belangrijk dat er een variëteit bestaat die je toelaat dat jij kan vinden wat jou op dit ogenblik met jouw verlangen, jouw behoefte, wat jou toelaat om bij God te komen, bij God te zijn, want daar gaat uiteraard gebed over. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat je zelf in de digitale ruimte iets gaat organiseren van gebed. En denk maar aan
al die gebedsgroepen die nu online gegaan zijn, bijbelgroepen die online gegaan zijn. Er is aanbidding aangeboden online, alle mogelijke voordrachten rond christelijke vorming, dat is nog iets anders, via Zoom, via Skype, via andere videoplatforms. Enkele bedenkingen daarbij. Natuurlijk, als je gewoon bent om regelmatig samen te komen, om uit te wisselen, om elkaar te zien, om samen te bidden, daarna een kopje koffie, een kopje thee te drinken, zeg je, ja maar, via Skype, via Zoom, dat is toch echt niet hetzelfde. Inderdaad, het is niet hetzelfde. Het vraagt om een drempel over te gaan, zeker in het begin. Maar ik kan u verzekeren, de voorbije maanden hebben duizenden mensen ontdekt, ervaren, vaak tot hun eigen verwondering, dat ze die drempel eigenlijk heel vlot, heel makkelijk over kunnen. Aarzel niet om het te proberen. Het biedt werkelijk zijn mogelijkheden. Het biedt echt zijn kansen. Zoals ik daarnet reeds zei, het heeft zijn eigen kracht en zijn eigen dynamiek. Ik herinner mij, jaren geleden reeds, woonde ik in een gemeenschap in Leuven, een internationale gemeenschap, en er was een Filipijnse medebroeder die een doctoraat kwam maken in Leuven, in de theologie. En die had, om de maand, had hij wat hij noemde zijn intercontinentale gebedsgroep. Dat was buitengewoon, dat was in het midden van de nacht. Met Filipijnse jezuïten, de ene in Indië, de andere in de Filipijnen, nog een andere in de Verenigde Staten, hij in Leuven. Om de maand spraken zij af om samen een gebedstijd te hebben. 10 jaar geleden reeds, en dat werkte op een buitengewoon goede manier. Vandaag gebeurt dat uiteraard ook. Het is inderdaad anders dan als je fysiek samenkomt, maar het is ook reëel en het laat echt toe om samen te bidden. Het is maar door het te doen dat je het kan ervaren en dat je het kan merken. Het biedt ook een reële verbondenheid. Ik heb vandaag al met 3 of 4 verschillende groepen gezoomd en geskyped. Je hoort en je ziet elkaar. Dat is niet niets. Je spaart transporttijd uit. En vaak veel. Dat is ook een heel reëel voordeel, mag je niet onderschatten. Jonge gezinnen, jonge ouders, je hebt geen babysit nodig. Dat scheelt. Het duurt minder lang, want er is minder transport. En gewoonlijk, als het gaat via Zoom, via Skype, probeert men iets korter te zijn. Dat helpt, dat verlaagt de drempel en kan de intensiteit van de ontmoeting, er moet geen tijd verloren worden, de zaak wordt intenser. Met andere woorden, ik zei daarnet, je moet een drempel over, maar al bij al is dit eigenlijk behoorlijk laagdrempelig. Een probleem kan wel zijn, en dat moet echt ernstig genomen worden, dat het materiaal dat men gebruikt niet altijd van dezelfde kwaliteit is. Als je een bijeenkomst hebt van 6, 7 mensen en er is er 1 bij wiens computer ronkt of wiens beeld voortdurend verspringt of weet ik veel, of een heel dof geluid, ja, dat legt een stress, een druk op het geheel van de bijeenkomst en dan wordt het inderdaad vermoeiend. Dan wordt het vervelend, dan wordt het lastig. 1 stoorzender, bij manier van spreken, kan volstaan. Dus het is belangrijk van dit werkelijk ernstig te nemen. Gewoon het gebruik van een koptelefoon en zo'n microfoontje kost bijna niks, kan al heel veel problemen verhelpen. Goed materiaal is echt geen detail, is een basis voorwaarde om zo'n digitale gebedsontmoeting die je zelf organiseert in goede paden, op langs goede paden te leiden. Iets waar men vaak ook niet aan denkt, is het belang van de context, het belang ook van de vorm van lichamelijke aanwezigheid tijdens het skypen, tijdens het zoomen in zo'n bijeenkomsten. Bijvoorbeeld,
is het belangrijk dat je niet al te dicht op het scherm zit met je hoofd. Als je werkelijk tegen dat scherm aangeplakt hangt, is het voor de ander heel onaangenaam. Want zo spreek je ook niet met elkaar. Als je elkaar ontmoet, als je samenkomt in een gebedsgroep, in een bijbelgroep, weet ik veel, dan is er ook uiteraard een bepaalde afstand. En zie je niet enkel maar dat gezicht uitvergroot, maar zie je ook de romp van de persoon, het hele lichaam. Wel, een zekere afstand houden tot het scherm, tot de camera, maakt dat de anderen ook jouw hele persoon kunnen zien. Je lichaamstaal, de wijze waarop je beweegt enzovoort kunnen zien. En dat vereenvoudigt de communicatie, de aanwezigheid, de verbondenheid, maakt ze een stuk natuurlijker. Op dezelfde wijze is de achtergrond belangrijk. Een rustige achtergrond of een chaotische achtergrond met allemaal rommel en weet ik veel dingen die daar rondslingeren, helpt niet om tot rust, tot concentratie, tot aanwezigheid te komen. Of nog, als daar kinderen, andere, bijvoorbeeld kinderen, peuters of andere personen voortdurend op en af lopen voor de camera, weet ik veel, ja, dat helpt uiteraard niet. Dat zijn details. Je denkt er vaak niet aan, maar die aandachtspunten kunnen helpen om ook zo'n gebedstijd digitaal kwalitatief tot een ervaring van ontmoeting, stilte en verinnerlijking te maken. Een laatste puntje daarbij, het is ook belangrijk, ik heb er daar net reeds iets over gezegd, om als je aan het zoomen, aan het skypen bent, met zo'n gebedsgroep, met zo'n bijbelgroep, om het niet al te lang te laten duren. Eerder korter dan in de fysieke omgeving, omdat de camera toch wel iets meer concentratie en aandacht vraagt. Niet langer dan een uur is een richtlijn die vaak wordt gegeven. Ik noem nog tot slot één voorbeeld van een initiatief dat we zelf met een grote groep mensen hebben genomen en dat voor mij werkelijk een heel mooie, bijna wondermooie en verrassende ervaring was. Tijdens de dagen voor Pinksteren hebben we langs Zoom een Pinksternoveen gedaan met 50, 60 mensen elke dag van 's morgens 7 uur 45 tot 8 uur. Dus net voor het begin van de werkdag. Een eenvoudige geleide meditatie, een geleide gebedstijd met zo'n YouTube van verder kijken. En dan enkele vragen daarbij in stilte om mensen te helpen om die beelden, dat eenvoudige verhaal, binnen te laten komen in hun ervaring en daar op de een of de andere manier daardoorheen dichter bij God, dichter bij Jezus te komen. Het was een heel bijzondere ervaring, voor mij ook nieuw, van verbondenheid en werkelijk van gebed die mogelijk werd gemaakt dankzij Zoom. En aan het einde baden we dan alles samen. En onze Vader gaf ik een zegen. Was werkelijk een heel mooi begin van de dag. Een heel nieuw concept, of nieuw en niet nieuw. Het was een combinatie van een heel traditionele gebedsvorm, een noveen, met de nieuwe mogelijkheden die het internet ons biedt. En dat dan nog eens in die bijzondere coronatijd, waardoor mensen toch samen konden komen gedurende dat kwartier. Ik eindig met te zeggen, we staan werkelijk als christenen voor een hele grote en boeiende en waardevolle uitdaging. Internet, ik zei het bij het begin, is een genade voor ons christenen. En het is meer dan wenselijk dat we met dankbaarheid en groot enthousiasme die genade omarmen. Dat we niet toegeven aan dat chagrijnig, het hoeft niet chagrijnig te zijn, maar aan het al te makkelijk kritisch negatief vergelijken van de digitale ervaring met de fysieke ervaring. Ze zijn verschillend en ze beantwoorden aan verschillende omstandigheden en verschillende noden. Het is in de eerste plaats een genade. En die niet belet dat de andere
meer klassieke, meer traditionele vormen van bijvoorbeeld ontmoeting in de fysieke omgeving uiteraard ook waardevol en zinvol blijven. En alsjeblieft ook mogen verder gezet worden en verder ontwikkeld worden. Het is belangrijk van creatief te durven zijn. Creatief in dialoog met datgene wat we uit al die voorgaande jaren, eeuwen, millennia hebben geleerd. Maar de geest, Gods geest van creativiteit, blijft waaien. Ook vandaag, ook doorheen het internet. En de inzet in het bijzondere vandaag, waarin christenen meer en meer leven in een diaspora, en de plaatselijke gemeenschap een stuk verzwakt of minder zichtbaar is geworden. De inzet is onze zending als kerk. Het is onze zending, onze taak, onze verantwoordelijkheid om die blijde boodschap aan te bieden. Gewoon aan te bieden aan zoveel mogelijk mensen over de hele wereld, in het hele land. Internet maakt dat mogelijk. Want iedereen, of zo goed als iedereen, heeft toegang tot dat internet. Vandaar, en dat zijn mijn laatste woorden, wees niet bang. Wees niet bang om fouten te maken, om soms misschien domme dingen te doen. Durf creatief te zijn. Waag je eraan, begin eraan. Koop een aantal eenvoudige dingen, een aantal eenvoudige instrumenten en probeer en zie wat er mogelijk wordt. En je zal zien, die geest van creativiteit die bestaat in elk van ons en maakt heel wat mogelijk, in het bijzonder ook op internet en in het bijzonder ook voor ons christenen. Ik wens jullie veel vreugde en veel zegen toe in jullie eigen internetpastoraat.